Da beste vrienden van daar 30 april, vrede, de laatste dag van deze maand, gaan wij ons laten induiken, verder verdiepen in deze genade van Pasen. En de pedagogie van de kerk herhaalt de centrale boodschap voortdurend, zodat het kan doordringen in ons hart en ook in levend boodschap worden in onze daden, in onze woorden, in onze gedragen in ons leven. Stel onze harten open voor de Heilige Geest, Hij die ons erbij staat bij dit moment van lectio en die ook ons verder de hele dag door wilt begeleiden. Dan de eerste lezing komt uit Handelingen, hoofdstuk 13. In die dagen, toen Paulus te Antiochia in Pisidia gekomen was, zei hij in de synagoge: Mannen, broeders, zonen uit Abrahams geslacht en Godvrezenden onder u, tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden Jezus niet erkend hebben, maar veroordeeld, deden zij de uitspraak van de profeten in vervulling gaan, die elk sabbat worden voorgelezen. Ofschoon zij geen enkele rechtsgrond konden vinden voor de doodstraf, hebben ze van Pilatus geëist dat hij ter dood gebracht werd. Toen ze alles hadden voltrokken wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruishout en legde hem in een graf. Maar God wekte hem uit de doden op, en gedurende vele dagen verscheen hij aan hen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Deze zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap dat God de belofte aan de vaderen gedaan voor ons hun kinderen vervuld heeft, door Jezus te doen verrezen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Hij zei: Mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nou, wij zien de vervolging van deze uitspraak van Paulus aan het volk. En het is heel interessant te zien hoe deze zende van Paulus zich uitbreidt. Hij begon met de Joden, maar de Joden aanvaarden niet voor het eerst zijn volledig. Dan kwam Paulus naar de heidenen ook. En we zien hier dat hij probeert de synagoge de Joden bewust te maken van de bevoorrecht dat zij hadden. Aan u, tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Wij zijn van Abrahams geslacht. Dan Paulus wilde hem bewust maken van deze bevoorrecht, van de verkondiging van de blijde boodschap te kunnen ontvangen. En hij herhaalt dat met de waarheid. Dat betekent dat het verteld zou moeten zijn en verklaard moet zijn, openbaard moet zijn, wat zij met Jezus hebben gedaan. Maar wat daarna gebeurt, dat was het belangrijkste en dat is de blijde boodschap. Jezus is gestorven, maar hij is opgewekt door God de Vader om ons ook op te wekken op de laatste dag. En ook elke dag van ons leven. Het is een ervaring, een paaservaring, dat wij echt mogen vragen. Elke keer dat wij zeggen: Nee, vandaag gaat het niet. Of vandaag gaat het minder. Of ik moet opnieuw, ik moet beginnen. Vragen wij dan deze genade van Pasen? Alleen de Heer kan dat ons doen. Niemand, deze kracht van binnenuit komt alleen van de Heer uit. En zijn verrijzen, de verrijzen van de Heer, is de vervulling van de belofte die al voor de vader van Abrahams geslacht werd bestemd. Het is voor ons in troost en ook in bevestiging die werd door de lezingen in deze pastijd herhaald, zodat het in ons kan doordringen. Jezus is verrezen, Hij is de Zoon van God, de waarachtige Zoon, op wie wij kunnen rekenen, op wie wij leven, bij wie wij leven kunnen vinden. Dat is in
bevestiging en ook een uitnodiging om kort bij Jezus te mogen gaan en zijn. Daarna de psalm, psalm 2. Hij zei, mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Ik zelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, hij zei, mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de wolken als erfdeel. Schenk u de aarde als eigendom. Breekt hun verzet met ijzeren scepter. Sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, hij vorsten. Heersers de aarde, weet wat hij doet. Dient de Heer met ontzag. Kust hem bevend de voeten. Dan voor ons is deze psalm al in herhalen en in aanmoediging om de Heer te dienen met heel ons hart, met heel onze vrees. Een woord dat wij ook gaan binnenkort nog verder krijgen met Heer Jozef, morgen zelfs. Tot de Heer komen met deze zekerheid. Hij is de zoon van God, hij is onze broeder en hij laat ons ook kinderen zijn van de Heer en van onze vader. Een kind zijn van de Heer betekent ook hem dienen, hem willen behagen. En dat kunnen wij als wij met de kracht van de verrijzenis ook vervuld zijn. Daarna het Evangelie volgens Johannes 14. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Hij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug op om u op te nemen bij mij. Opdat ook hij zult zijn waar ik ben. Hij weet waar ik in ga en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar hij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan het is voor ons dit evangelie een uitnodiging om onze harten te laten rusten in het geloof. Het geloof is in rust. En als wij lijden, als wij beproevingen meemaken en vanuit het geloof steun kunnen vinden, beleven wij deze genade. Het is niet dat de pijn of dat het lijden weggenomen wordt. Nee, maar dat betekent wel dat een kracht van binnenuit, een rust van binnenuit kan opgewekt worden, zodat wij toch verder kunnen of toch door kunnen meemaken. En deze weg en deze kracht en dit geloof is gebaseerd op Jezus, die de weg, de waarheid in het leven is. Deze zin betekent zoveel. Zouden we alleen deze lectie, deze zin overwegen? Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Als wij door Jezus gaan, komen wij tot God de waarde. Als wij tot Jezus gaan, ontmoeten wij de diepste waarheid van Hem en van ons ook. En als wij tot Jezus gaan, ontvangen wij ook leven en kunnen wij herleven elke keer dat wij zeggen, vandaag gaat het niet zo goed. Maar in Jezus kunnen wij herputten deze kracht en deze genade. Het is voor ons een uitnodiging van daarom echt gebruik maken van deze genade van Pasen. Vragen wij aan de Heer dat wij het kunnen, dat wij het zouden willen en ook zouden verkondigen aan vele mensen die deze blijde boodschap nog niet hebben kunnen of mogen ontvangen. Dat wij een keer ervaren en ook het kunnen doorgeven. In een beweging dat nooit stopt.
Want de bewijzen van de Heer is werkzaam ook nog vandaag en Hij wil echt ons raken, ons bereiken en ons doen verrijzen met Hem. Vragen wij aan Maria dat zij ons verder kan begeleiden en bijstaan. Zij de moeder van de verrijzenen, de moeder van onze Heer. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dankjewel en God zegen u.